Een 2 uur lang foutenfestijn, anticlimax voor Max en frustraties en doldwaze beslissingen. En wat een achtbaan was dit. Dit was de Grand Prix van Singapore en dit is de undercut. Ook eens bij ons in de studio hebben we GP-blog medeoprichter Thierry Bakker. Wat een geluk dat je er weer bent. Fijn, altijd leuk. Ik voel me gelijk weer welkom. Zo lekker dichtbij. Ja, je eigen studio. Ja, heerlijk. Toch fijn. Van de redactie hebben we ook Daniel Ruiter op naar jouw topoptreden van vorige keer. We gaan de volgende keer dieper in op Frederik Vasseur. Dat doen we nu nog niet. Oh ja, nee, sorry. En natuurlijk onze e-driver in Resident David Plasmoen. En begin maar meteen mee, jongens. Ik heb echt geen idee wat ik van deze race moet maken. Hebben jullie wat? Nee, ja, nat. Nat. Ja, lang wachten, opdrogen erbij. Nou, dat is saai. Ja, dat weet je nou helemaal. Ik vond het niet saai, zeg maar. Nee, maar qua inhalen is dan altijd heel erg lastig. En vooral op een straatcircuit waar dat al moeilijk is. En dan één droge lijn. Tuurlijk, het leek kan spektakel opleveren. Maar heel veel actie kan je daar niet in. Het echte racen zit er dan niet in. Het is een beetje geluk. Wanneer ben je waar, zag ik bij kwalificatie ook al. Dat klopt in die zin wel wat je bedoelt. Maar ja, je ziet gewoon dat ik vind een regenrace fantastisch. En op een straatcircuit al helemaal. Alleen dan de regen. Ja, het is leuker als de regen tijdens de race komt. Zeg maar, in plaats van dat het gaat opdrogen tijdens de race. De auto's eigenlijk allemaal één lijn rijden. En dan is een inhaalactie, nou, dat hebben we wel gezien, bij een aantal goede coureurs. Ja, er zijn een hoop wereld. Ja, dat het gewoon lastig is. Ja, we zijn een hoop wereldkampioen gevallen deze race. Maar wie is volgens jullie de grote winnaar van deze Grand Prix? Perez. Ja, heel standaard, maar ja, wel de echte winnaar. Ik zou zeggen McLaren. Ook. Maar die hebben toch wel een hele serieuze slag geslagen. Hè? Maar die waren dan vooral winnaar tijdens de eerste safety car. Maar ja. Van de hele Grand Prix, denk ik, Perez. Ja. Vooral uit dat dal waar hij uit is gekomen. Maar ja. Waar we het eigenlijk vorige keer nog over hadden. Ja, hoeveel kritiek hij heeft gehad ook, dat is niet normaal. En ja. waar hij nu, dat hij zo weer terug kan slaan op een straatcircuit. Ja, dat doet hij dan toch elke keer op een straatcircuit. Wat is het aan zijn rijstijl dat het zo goed werkt op die straatcircuits? Of is het gewoon geluk? Nou ja, kijk, hij kon op een zachte compound Norris ook nog niet echt heel erg bijhouden. Dus nou ja, kijk, hij staat er wel. Alleen, het moet nog steeds voor een coureur van zijn kaliber en zijn salaris, mag het nog steeds beter. En natuurlijk... moet dat geluk komen kijken en je moet goed rijden. Maar om nu weer helemaal de hemel in te prijzen vind ik dan weer ver gaan. Ik word daar sowieso zo moe van. Iedereen die zegt, hij heeft zo'n fantastische race gereden. Dat heeft hij eigenlijk helemaal niet. Hij heeft mazzel met dat het natte omstandigheden zijn. Er is een safety car geweest, notabene halve in de race. En je eindigt alsnog iets van 20, 30 seconden achter je teamgenoot. In dezelfde wagen, in dezelfde omstandigheden. Dat is toch schandalig. Ja, dan zit iedereen, hij heeft zo'n goede race. Hij rijdt er in de punten. Ja, dat mag je wel een keer verwachten. Ja. En dan is nog 30 seconden erachter. Kom op hoor. Je hebt het nu over Ricardo neem ik aan. Hè? Ja, nee, dan heb ik het goed. Ik dacht dat het heel even over het Perez ging. Dus nee. Ik dacht ook Perez. Ik dacht bij mezelf. Welke? Dan heb je een andere race gekeken. Maar, Nee, precies. Dat leek mij ook. Ja, dit had wel voor een andere race prima. Nee, maar oké, dan begrijp ik alweer. Het lag helemaal aan mij. Ja, goed, inderdaad. Hij heeft wel natuurlijk iets goed gemaakt. Horner zei, dit is de beste race die Perez ooit gereden heeft. Zijn we daar nog mee eens? Nee. En vooral als je zegt van wat maakt hem zo goed op een straatcircuit, dat is dat daar. Ik las of ik hoorde Winsor daarover praten. Pieter Wins zegt van nou ja, dat bekende verhaal van Verstappen en Perez, dat die vooras, hoe die afgesteld is van die RB18, die is gewoon heel fijn voor Verstappen. Maar op zo'n straatcircuit met langzame bochten is het toch fijner om die achterwielen direct recht te hebben om goed weg te komen uit zo'n bocht. En dat doet Perez goed. En in die zin denk ik dat zijn voordeel was. Dat hij daarom ook gewoon nog wel Leclerc in die eerste, echt de hele race achter zich heeft kunnen houden. Ja, zou het niet ook aan hebben gelegen dat die Red Bull sowieso heel veel sneller was? Want als je zag hoe veel sneller Max Verstappen was in de kwalificatie alleen al. Ja, dat denk ik dus ook. Ik denk dat het voornaamste voordeel van Perez is geweest dat Verstappen vanaf P8 starten en notabene nog daarna direct terugstarten naar P13. Ik denk zelfs als hij op de baan had gehouden dat hij nog een kans had om hem zelfs nog te winnen. Gezien vooral die eerste fase zag je hoeveel sneller hij was in die natte omstandigheden dan de rest. Hij ging er echt wel zo gek doorheen tot Alonso, die het overigens ook heel goed heeft gedaan. Maar nee, ja, voor de rest, kijk, waar je vooral naar moet kijken met Perez is nu, hij heeft wel de hele race de druk van Leclerc weer staan. En zeker op het einde,
Met die mogelijke penalty die eraan zat te komen. Dat die dat zeggen even nu gas erop. En zo even een gat trekt naar 7,5 seconden. Nou, dat vond ik wel opmerkelijk. Ik dacht ineens, hey, zouden ze dan toch een nieuw engine mapping hebben gevonden of zo? Ja, ze of, hebben dat ding gewoon even woep. Ineens reed hij weg, hè? Ja. Dus zo van, ja, doe maar even 5 seconden. Oké. Okay. Alsof het een Super Mario Kart was. Alsof die eventjes. Ja, maar was dat niet meer Leclerc die inzakte dan dat het echt Perez was die wegreed? Ja, ik had wel het gevoel dat Leclerc maakte op een gegeven moment een foutje. Daardoor kwam hij buiten de DRS-zone terecht. En daardoor kon Sergio Perez wel wat makkelijker wegrijden. Maar het was wel een. Het is gewoon een combinatie van beide. Want 7,5 seconden is wel echt veel. Het is een combinatie van beide. Die Ferrari ging door zijn banden heen. Perez die. Die ging dan. Kijk, op een straatcircuit rij je niet in een race op risico. En toen moest hij wat meer risico gaan nemen. Dat risico op een straatcircuit is gewoon een mega groot verschil in tijd. En als je de banden van je concurrent het een beetje gaan begeven, ja, dan trek je dat gat wel. Ja, nou, dat deed hij ook goed. Eventjes dan het weekend van Verstappen. Wat voor cijfer zou je daarvoor geven? Het hele weekend genomen. Het is een off-weekend. Ik denk een 6,5. Want eigenlijk aan de andere kant, hij heeft hem niet opgevouwen. Er zijn genoeg coureurs die wel even een uitstapje hebben gemaakt. Maar meer ook echt niet. Ik denk dat Max, dat hij realistisch genoeg is om te zeggen van... ik heb echt gewoon niet slim gereden in de race. Kwalificatie, nou ja, daar kan je zelf natuurlijk ook nog wat aan doen. Je kan, ja, zoals hij zei, je ziet zelf ook hoeveel kilo brandstof er nog in je auto zit. En dan weet je ook wel hoeveel rondes je daarmee kan rijden. Ja, zonde. Ja, kunnen die gasten dat zien? Hoeveel benzine er in een auto zit? Als jij door een bepaalde dashmap heen gaat, dan kan je dat zeker zien. Maar ja, daar zat hij natuurlijk niet doorheen te bladeren. Niet rustig te denken van, oh, eens even kijken wat er in een menu... Maar hij gaf zelf aan een interview dat je het wel kan zien. Oh, dus hij wist wel... Ik weet niet of je dat direct ziet. Je ziet in de kwali-ronde op Singapore. Dat is nog nat ook. Ja, juist op geef mij. Ga je niet even door je minuutjes zitten bladeren? Maar dat team is op zo'n moment toch wel uiterst scherp. Je zegt, oké, we moeten op zo'n natte baan toch iets anders gaan proberen. Dus je gaat afwijken misschien van je normale benzinelading. Dan weet je toch juist wat er wel in zit en wat je kan. Lijkt klopt, maar zo'n engineer hoort hem ook te vertellen. Max, je hebt nog 1 ronde. Max, je hebt nog 2 rondes. Vooral in normale kwali, dan weet je dat. Rij naar buiten, dan rij die ronde, rij naar binnen. Maar nu... moet je het engineer exact iedere keer vertellen... je hebt nog 2 rondes, 1 ronde, et cetera. Dat is nu niet gebeurd, waar hij dacht... ik heb nog een ronde. Ja. En ze hadden hem ook meteen, toen ze zagen... dat Max het tempo eruit haalde... ze hem meteen naar binnen moeten trekken. En dat is ook niet gebeurd. En ik denk dat daar, kijk, natuurlijk Max maakt een fout... maar het team maakt een nog grotere fout... door hem gewoon te laten gaan. Ja, daar snap ik dat Max gewoon pislink is. Op zichzelf, maar ook op het team. Ja, want even teruggaan naar die laatste kwalificatieronde van, of beter gezegd de 1e laatste. Hij zat, wat is het, 1,5 seconde, 1 seconde zat hij onder de tijd van iemand anders. En toen heeft hij toen heeft hij die ronde afgebroken. Vervolgens horen we inderdaad het team niks zeggen. Dus hij rijdt vervolgens nog een snelle ronde. En dan ineens moet hij die afbreken omdat er dus te weinig benzine in die auto zou zitten. Om uiteindelijk nog 1 liter benzine uit die auto te halen. Ja. Dat gaat natuurlijk op heel veel vlakken tegelijkertijd mis. Kan het er iets mee te maken hebben dat ze zo weinig running hebben gehad in de eerste vrije trainingen? Dat ze niet precies wisten hoeveel die auto zou verbruiken op dat moment? Nou, ik denk dat niet meespeelt. Ik denk dat ze vooral verrast werden dat ze nog dat extra rondje eruit konden halen op het laatste moment. Want er kwam geloof ik met 10, 15 seconden nog over de finish. Toen Marco zei dat hij te dicht achter Gasly kwam, dat hij hem daarom af wilde breken. Ik zou dan alsnog zeggen, maak hem af. Zeker als je zo snel bent. En die ronde eigenlijk al goed genoeg is voor Paul. En knal hem daarna altijd nog door. Maar ik vind het een hele opvallende fout van eigenlijk een team wat het hele jaar eigenlijk al foutloos is. En dan over Max eigenlijk vind ik het nog opvallender dat... juist omdat hij altijd zo foutloos is en altijd goed is in de regen. En eigenlijk ook nog eens extra goed is als hij gefrustreerd is. Dat deze race dan alsnog helemaal de soep in loopt. Want normaal gesproken als hij gepikeerd is. Even terug naar die kwalificatie. Had hij daar zelf moeten zeggen tegen zijn team, doei, ik rij gewoon? Is het voor ons makkelijk roepen, hè, vanaf de zijlijn? Ja, laten we dat even voorstellen. Ik denk dat je in zo'n geval gewoon moet je ook wel uitgaan van je team. Ja. Dat denk ik dus ook eigenlijk. Ik ben ook geneigd om te zeggen van het is een beetje een clusterfuck wat dat betreft. Maar ik hoor je zeggen, Max normaal goed is in de regen. Maar hij was nu ook fenomenaal in de regen. Als je kijkt naar die rondes die hij reed. Hij vond overal, tuurlijk had een momentje. Maar je ziet die jongen als een van de weinigen. Zie je hem zo op die limiet balanceren en eroverheen. Om maar te kijken van, dan ga ik dat de volgende ronde. Daar ga ik het zo doen, dan ga ik het zo doen. Want je kan wel 3 rondjes rustig rijden. Alleen... nou, dat had Jos vroeger ook. Die gaan meteen vol gas de baan op.
En er zit niks tussen. En Max denkt, oké, ik breek hem af, want ik weet dat ik hier nog veel tijd kan winnen. En voor Max is veel tijd winnen in een regengeval en een opdrogende baan. Nou, dat is gewoon 1/4 wat je dan weer wint. Dus wat ik het mooiste vond aan Max zijn rijstijl in de regen is na bocht 3, waar hij een hele duidelijke andere exit had dan degene voor hem, waardoor hij elke keer veel sneller naartoe liep op het rechte stuk. Heb je dat ook opgemerkt? Stefans deed hij dat eigenlijk voor mij als enige. Dat echt een andere lijn was het gewoon, zo dat hij reed daar. Ja, echt die auto recht zetten en gas geven. Nou, alhoewel ik het ook wel het gevoel kreeg dat hij daar net even te weinig tractie had om dat echt goed te kunnen uitvoeren. Vooral bij die Alpine zag je dat. Dat die had daardoor echt veel betere exit, in ieder geval qua tractie. Maar dat weten we ook van die Alpine. Ja, ik weet nog wel dat ik zaterdagmiddag naar jullie toestuurde. Hey jongens, wat een heerlijke climax gaat deze kwalificatie worden. Maar wat een ongelooflijke... Lekkere anti-climax. Ja, ik vond het. Ik snap wel echt wel dat Verstappen echt enorm zuur was. Ik had ook een beetje het gevoel dat het een beetje Red Bull arrogantie was. We hebben het toch al wel. We hoeven eigenlijk niet meer zo goed op te letten. Dat kan toch eigenlijk niet, dat zou je ook zeggen, dat onzin is wat ik zeg? Nou, geloof ik niet. Ik denk dat ze zelf ook wel heel kritisch is. Na afloop ook best wel kritisch waren op zichzelf. In ieder geval Verstappen was enorm boos en kritisch op het team. Wat je denk ik ook in zo'n geval moet zijn. En hoe dat team ook is naar hem als hij fouten maakt. Wat hij zelf ook zei. Maar nee, het is gewoon een zeldzame fout van Red Bull. En het kan gebeuren. Ze hadden gewoon naar Max moeten zeggen. Max, plan Z, question. Nou ja, er is best een interessante. Je hebt nu sinds een paar maanden heb je een oud Red Bull engineer op YouTube. En die legt ook wel vaak van dit soort situaties uit. En had juist ook één aflevering. Eén verhaal waar die juist inzoomt op hoe nauwkeurig die wagens eigenlijk met brandstof worden voorzien. Dat er echt gewoon mensen met miljoenen Excel sheets gewoon die alles continu zitten door te rekenen om precies op de druppel nauwkeurig er net genoeg brandstof in te hebben dat je niet te veel hebt, maar dat je ook nog net door die keuring heen komt. Hier zat ik ook nog aan te denken. Hè? Want als je ziet dat je zo'n enorm overspeed hebt, dat je zoveel sneller bent dan de rest, wat maakt dan? Waarom stopt ze niet even een litertje extra nog erin? Of een kilo moet ik dan zeggen. Natuurlijk. Omdat het Formule 1 is. Ja, omdat het Formule 1 is. Ik snap het ook wel, maar tegelijkertijd, als je weet dat je misschien wel een ronde langer erbuiten blijft, als je weet dat het toch niet op die 1/10 per ronde aankomt. Dat kun je doen. Ja, maar zoveel sneller waren, vond ik ze ook weer niet in de trainingen. Dat je echt dacht, nou, ze gaan echt... Verstappen was een seconde sneller. Mercedes kon dat doen in de dominante tijd. Mercedes die kon prima, die kon nog een 2 rondjes extra aan de kwalificatie. Die hebben de motoren zelfs op 60% gezet. Ja, daarom. Kijk, maar voor Red Bull, die Ferrari zit er gewoon dicht op dit jaar. En het was ook wel moeilijk te zien met die baan. Ja want ja. Inderdaad, Verstappen was heel snel in die ene laatste ronde. Maar... Dat die baan, die droogde niet echt hard op, maar hij ging wel telkens, zelfs een, wie kwam er ook, Norris en Ricciardo kwamen ook echt wel lekker mee, telkens weer. Denk ik van het zouden ze in om een droge baan ook niet gedaan hebben. Dus het is wel, frustrerend lang door, hè, dat die baan maar niet droog werd. Ik zat ook naar te kijken, wat vind je nou van het begin van die Grand Prix? Laten we daar nog eventjes naar verschrikkelijk springen. Ik kan daar zo slecht tegen. Waarom in vredesnaam? Gewoon de regen is geweest. We hebben al eerder in de regen gereden. We weten hoe het is. Laat ze gewoon racen, die gasten. Maar los daarvan, het meest gênante is nog... We hebben het over Formule 1. Echt de absolute koningsklasse van de autosport. Ze hebben regenbanden niet eens gebruikt. Los daarvan, je ziet mensen... met een fucking bezem over die baan heen gaan om het droog te vegen. Terwijl, stel je zou het volgende zeggen. Oké, we stellen de race uit met 30 minuten. Laat dan, geef iedereen al die wagens gewoon even 10 rondjes brandstof. Laat die gewoon op 50% even over die baan heen rijden. Op regenbanden, die banden die... Weet ik veel, die halen hoeveel liter water per seconde weg. En je hebt daarna nu auto's met grondeffect. Dat wordt een soort van stofzuiger die je over die baan heen haalt. Ja. Kan je in ieder geval daarna gewoon normaal racen. Of koop gewoon wat je in de NASCAR hebt. Dat je gewoon van die stofzuigers hebt die ze die baan oversturen. Die racelijn droog maken. Maar dit is toch zo'n schande. Ja, maar laat ze gewoon racen. Dat vooral. Je hebt die, wat jij zegt, die blauwe wet tire heb je. Nu ga je gewoon wachten tot je die niet hoeft te gebruiken. Dat is raar, ja. Geef gewoon een extra set van die banden. Laat ze daar op die baan droog rijden, 20 minuten lang. Dan kan je in ieder geval daarna van start. Maar dat zouden ze denk ik ook weer liever niet hebben. Dat je toch weer gewoon 10 ongeplande ronden maakt, elk team. Nee, maar dan laat je die niet maken een regel van dat het buiten de race valt. Of dat je andere, dat je Formule 2 wagens hebt of zo, die allemaal rond laat rijden. Maar rijdt in ieder geval droog. Die werden die laatste ronde zo niet gebruikt. Het is gewoon voor watjes. Het is gewoon voor watjes wat ze doen. Die Extreme is er voor jou met korte achternaam. En ik bedoel, dat zijn de beste coureurs van de wereld. En die moeten er prima in kunnen rijden. Het enige waar wat voor te zeggen valt, en daar ben ik het ook wel mee eens, is dat je gewoon echt geen ruk ziet.
Je ziet niks. En dan rij je met 200 en dan rij je met z'n allen vooral bij de start op een rechtstuk. Ja, daar valt wat voor te zeggen. Want dat is ook gewoon levensgevaarlijk. Alleen, ja, kijk, dit is ook niet wat we willen iedere keer. Nee, nou dat is het inderdaad. En vooral omdat er ook geen verklaring voor gegeven wordt. Waarom het is nou, we kregen wel een standing start. Misschien dat het was, dat ze dat graag wilden. Ja. Ja, maar was voor Verstappen niet fijn uiteindelijk natuurlijk. Maar laat ik zeggen, ik heb liever een start nog achter de safety car, ze daarna gewoon direct wordt losgelaten in natte omstandigheden, omdat je dit hebt. Ja. Nou, ik vind wel dat we hebben na vorig jaar hadden we zoiets van, nou ja, al dat gezeur op de wedstrijdleiding moet maar eens een keertje afgelopen zijn. En we hebben ook geprobeerd hier in de podcast dat echt tot een minimum te beperken. En niet elke keer met een wit lijntje overtreding daardoor over te gaan zitten mekkeren. Maar ze maken het ons nu wel heel erg moeilijk om nog positief te zijn over deze wedstrijd. Ze maken het ons wel heel erg makkelijk om er gewoon iedere keer wat over te zeggen. Ja, ik wil vorige keer dat pathetische einde achter de safety car. Omdat ze een half uur bezig zijn een auto op te bergen die al naast de uitgang staat. En dan vervolgens dit ook nog. Maar de leukste races, Hockenheim, Brazilië, noem nog een regenrace. Monaco bijvoorbeeld, volgens mij was er regen. Ik zei terug, 2017. Al die regenrace, de echte regen. Was van Palmer gelijk de muur in. Echt, stuk voor stuk, gaaf. Spa, die kwalificatie dan. Dat was echt heel erg gaaf. Ja, ze genieten. Ja, de race van Spa was wat minder alleen. Ja, nee, oké. Maar dat is inderdaad ook weer zo. Ja, ik denk dat goeie vraag. Wat is jouw favoriete regenrace aller tijden? Gewoon even een polvraagje hier. Voor de mensen die kijken en luisteren. Natuurlijk, maar ook even in de studio. Ik heb er mijn al in gedachten. Die ik echt gezien heb of die ik niet gezien heb, maar wel heel vet vond. Ja, ooit, dus je mag alles zeggen, denk ik. Nou ja, goed, als je het echt hebt over in de regen rijden met ballen, was dat, wanneer was het, in de jaren 70 met Hunt? Oh, in Japan? Je gaat echt voor een... Ik bedoel, maar toen was het... Jij bedoelt dan Lauda, terwijl zijn gezicht er afweekte, die wereldkampioenschapsrace. Ja, maar dat was... Wat zijn geweest, 76 of zo? Zoiets uit mijn hoofd. Ja, 77. Goeie, vind ik een leuke. Heb jij nog een favoriet? Nee, niet zo'n hele interessante als dit, maar gewoon eentje van... Ja, interessant genoeg trouwens, maar niet zo lang geleden. Ik vond die in Duitsland, wat jij zei, Duitsland 2019, hè? Oh, die was ook leuk, ja. Die laatste bocht, waar iedereen gewoon vol die laatste bocht afging. Gewoon, ik dacht dat jij die race op de Nürburgring bedoelde, dat er uiteindelijk maar 3 eindigt of zo. Dat winkelhok op een gegeven moment eerste reed, dat hij per ongeluk de goede banden had gekozen. Ja, maar dat duurde ook niet lang. In de spijker nog wel. En jou? Maleisië, denk ik, met Jos. Ik wil eens terugkijken. Ja, dat is goed. Dan reed hij op een gegeven moment 5e, 6e. Ja, dat was echt gaaf. Poos. Echt vechten tegen de McLarens. Ja, de mijne is 96, Schumacher. In een auto, echt een hok van een wagen, reed hij het hele veld en die Williams erbij helemaal zoek. Want het ene keertje duidelijk werd wie nou eigenlijk echt de beste coureur was. Ja, vond ik fantastisch om te zien. Maar goed, even terug naar deze grap. Kleine sidestep. Hele korte sidestep, ja. Om maar even aan te geven dat de race van Verstappen ook nog vreselijk was, was de start natuurlijk ook helemaal niks. Antistol, kan hij daar dan wat aan doen? Is het een driver error of is het mechanisch? Ja, het is beide. Het is een verkeerde mapping. Volgens mij is het een verkeerde engine mapping zelfs. Nou, als je in een verkeerde engine map staat, dan is je start... dat kan volledig misgaan. En vooral in de regen. Maar was het echt een antistol? Want hij leek niet echt dood te slaan. Hij leek meer gewoon heel erg ver terug te zakken. Ja, langzaam weer op gang te komen. Hij zat in een verkeerde motormapping. En hoeveel moeilijker is het om in die tweede versnelling ook te starten? Want dat deden ze allemaal. Dus het gros van het veld deed dat ook. Dat doen ze vaak in de regen. Ja, precies. Maar hoeveel moeilijker is dat ook? Want het lijkt me ook een beetje feeling, maar... Tuurlijk, het is feeling, maar voor die jongens is dat nog steeds allemaal hartstikke makkelijk. Die hebben dat zo vaak geoefend. Als wij het doen, dan gaat het niet worden. Moet gewoon voor je gevoel, laat je die koppeling dan... Nou, jij zou dat wel kunnen hoor, David. Net zoals Max inderdaad kom ik dan weg. Jij komt tenminste weg. Dat komt er weer op terug. Als Max, zoals ze zeggen, daadwerkelijk weer in die verkeerde engine map zat. Dan echt een off-day van zowel Red Bull als Max zelf natuurlijk met foutjes in de race. Ja. Fout. Dan zie je dat het echt van beide kanten is gekomen. Je ziet ook wel dat als het duivel helemaal schijt, dan is het op de grote hoop. Want vervolgens dat die pitstop dan weer net verkeerd valt met de safety car die wat is het, 2 ronden later naar buiten komt. Dat was ook het moment waarop volgens mij Verstappen moet hebben gedacht van ja, weet je, deze race, ik ga er gewoon rammen. Maar ik verwacht er niet al te veel meer van. Laatste momentje, hij probeerde in te halen binnendoor. Hij zei zelf, my car bottomed out. Is dat het? Of reed hij gewoon op het nat? Reed hij echt vooral nog op het nat. Nou, ik geloof zeker dat als Max dat zegt, die voelt dat zelf. Wij kunnen dat voor allemaal zeggen hier. Ja. Maar hij zit erin en hij voelt dat. Tuurlijk, hij reed wel op die nog wat nattere lijn. Dus dan heb je altijd minder grip. Dan heb je altijd een langere remweg.
Dus dat helpt ook niet mee. Kunnen we hem wel trouwens nog kudos geven voor die mooie 180, hoe die hem gelijk omgooide? Ja, dat vond ik echt knap gedaan. Laten we het dan toch daar even over hebben. En Latifi, die staat dan, die gaat stilstaan. Die gaat denken, oh, eerst spannend. Mijn koppeling ingedrukt aan, dan moet ik vol gas naar links sturen. Ja, maar dat is echt zo. En je zag wel, Max, die komt aan. Ja, gewoon geen twijfel. Vol op het gas. Latifi, die reed sowieso weer echt alsof hij op zijn zondags naar de camping reed en niet sinds zijn zijspiegels kon kijken. Mijn god, zeg. Die aanvaring met Zoef Zoef. Ja, nee, dat was vreselijk. Wat een gas. Hoe dan? Ja, maar die is echt met zijn hoofd alweer tussen de koeien. Die is echt helemaal klaar. Nou, we kunnen allemaal Latifi belachelijk maken en terecht. Maar een Tsunoda, die mag ook gewoon nu, want heb ik het altijd voor opgenomen, die mag nu ook gewoon op bij dat clubje. Ja. Gewoon, ja, die zag er ook wel echt gebroken uit. Hij zag er ook wel echt gebroken uit, Tsunoda. Ja, maar het slaat gewoon nergens meer op. Waarom doe je dat? Iedere keer domme fouten. Hamilton deed het eigenlijk ook. Ja, maar Hamilton deed het wel slimmer. Hij zette stuurrecht. Ik vond het wel apart dat die voorvleugel eraan bleef. Maar hij ging een stuk zachter dan Yuki. Natuurlijk, ik vind wel wat Hamilton doet. En dat geeft aan dat het een moeilijke plek was. Je zet je stuur... Het is gewoon de ervaring van Hamilton. Die weet gewoon, ik zet mijn stuurrecht. Want als jouw band scheef staat, dan breekt het gegarandeerd af als je maar net iets te hard gaat. En Lewis denkt gewoon, oké, ik ga toch al stuurrecht... En nou ja, hij gaat wel weer mooi achteruit. Deja vu naar Imola. Ja, maar Tsunoda ging ook wel met een kilometertje of 40 volgens mij harder in. Dat is ook zo, maar dat moet je automatische reflex wel zijn. Wat ga je nog proberen te sturen als je rechtdoor glijdt? Dat is toch onzin? Zet je stuurrecht, want je gaat die muur toch al in. Dat weet je echt wel als jij in die positie zit, hoor. Het enige verschil is dat Hamilton wel nog een voorwielophanging over had naast... Nou ja, je verkleint het risico op schade als je je stuur gewoon recht zet. Ah, ik vond het is wel wat Daniel zegt. Die auto die is wel, dat is een tank, man. Dat ding rijdt gewoon inderdaad. Ja, je zegt wel recht door de muren. Maar dat wist je vorig jaar naar Jeddah al dat die auto een tank was. Ja. Meer op Mars knalde, misschien. Die heeft nog steeds een Jekko. Dus, daarover gesproken. Ik kreeg ook wel een beetje Jeddah vibes bij Norris en Verstappen achter elkaar, achter die safety car. Want weet je nog het moment dat ze allebei dachten van hey, we gaan weer vol racen? Blijkbaar ineens niet. Norris vol in de rem. Maar wat gebeurde daar nou in vredesnaam? Weet jullie welk moment ik bedoel? Ja, precies. Ik denk gewoon wakker blijven, dacht hij. Van, nu moeten ze zo snel mogelijk opzitten. Want ja, Alonso er voorbij kwam, ging al niet zo lekker de hele tijd. Dus nu ga ik snel bij Norris er voorbij. Maar volgens mij was dat had meer gewoon te maken. Die safety car die was voorbij. En hij dacht, ik ga hem inhalen. Ik ga er bovenop zitten. Alleen toen, volgens mij, een beetje hetzelfde probleem wat een paar races geleden. Dat die timing daarvan een beetje weird is. Want... echt op het moment dat hij er vol gas voorbij ging, toen moest hij vol op zijn rem. En 2 seconden of 3 seconden later ging hij alsnog op groen, waardoor Norris zoiets had van mazzel. Ja, mazzel doe ik. Ik kreeg heel even Jeddah vibes daar. Ja, maar die twee die zullen elkaar niet zo snel eraf rijden. Nee. Die zitten elkaar alleen maar te feesten met elkaar. Die gaan wel iets vriendelijker dan Hamilton en Verstappen ging, hoor. Nog vriendelijker? het is natuurlijk, zoals je ziet, doe je dat überhaupt niet expres op die manier. Maar het was echt kantje boord. Ik wil niet alleen maar zeuren, maar weet je wie nou echt een flut weekend had? Dat was Russell. Ja. Eruit in Q2, wat natuurlijk echt al. Dat was gewoon een afgang. Maar dat was echt een afgang. Ja, dat was echt alles slecht. Hij heeft gewoon echt alles slecht gedaan. In de race werd hij wel een beetje opgeofferd door hem al zo vroeg op die sliks te gooien. Maar je denkt toch dat Canada dat een slecht idee is? Hij wordt opgeofferd. Als jij een coureur bent in een bepaalde positie, dan moet je gewoon zeggen, nee, het is nog te nat, dus dat gaan we niet doen. En ja, tuurlijk, nee, ik ga het wel proberen. Ik ga wel even de held proberen eruit te hangen, want ik ga het op sliks doen. En dan ook nog eens op medium, fantastisch. Ja. En dan sta je alleen maar te malen. En dan had je gewoon... Nee, ze hadden gewoon Russell naar binnen moeten roepen. En dat proberen, dat heeft geen zin in het begin. En later ook. Ja, dan maakte hij... Dat is echt ongelooflijk bij Bottas natuurlijk. Ja, dat ging keer op keer. Was hij lekker bezig. Ja, en dat moment dat hij dan vervolgens tegen Schumacher aanrijdt. Hele kinderachtige reactie ook al even, toch? Wat doet hij anders? Dan ga je tegen Schumacher zeggen... van hij doet alsof hij de race van zijn leven rijdt. Maar doe je dat dan niet? Je zit 250 op zo'n baantje. Hadden jullie trouwens die reactie van Haas erop gezien? Nee. Ja, die was mooi. Die was wel heel mooi. Iets gereageerd in de zin van een WK-finale van vorig jaar, waar ze de teambaas van Mercedes een hele bekende quote deed. Oh my god! Ja, maar dan no Georgie, no. Iets in die deden ze dat? Ja. That's so not right. Mooi, hè? Maar het is wat David zegt. Het is inderdaad gewoon een Bottasje wat hij daar deed. Dat deed hij natuurlijk in Imola vorig jaar bij Bottas rijdt hij. Ja, en daar viel nog meer voor te zeggen, maar... Dit is gewoon ongelooflijk.
En dan vooral de reactie. Ja, dat is typisch dat ventje. Ja, ik kan hem niet uitstaan. Maar hij is wel vreselijk goed dit jaar. Ja, absoluut. Hij doet het heel goed. Het is hem ook wel gegund. Ik vind het zeker een goede coureur. Alleen dit soort fouten moet je gewoon niet maken. Niet keer op keer. En ben nou realistisch. Vooral als jij zo'n auto hebt. Kijk, we kunnen doen, de Mercedes is slecht. Nou, uiteindelijk is het nog steeds de derde, zo niet tweede auto. Hij komt richting Ferrari. En dan moet je gewoon als coureur zeggen, nee, sta gewoon, hou je poot stijf. Ja, ik vond het ook wel opmerkelijk wat Russell zei. Die zei van, ja, de Mercedes is eigenlijk de snelste auto. Ja, dat moet je lekker kletskoek. Zo ken ik er nog wel een paar. Ik vond die Red Bulls wel heel traag, hoor, en dit weekend. En die Haas die ging als een kanijn. het is wel volstrekt onzin. Overigens, ze liepen sowieso wel weer te mekkeren daar met Mercedes. Hè. Dat gezeur over dat budgetplafond, wat is daar nou aan de hand? Het is toch, ik weet niet of jullie het een beetje gevolgd hebben. Ja, maar dit is weer heel triest. En dat doen ze lekker op dit moment. Ze hebben nog zoveel oud zeer. Dat ze nu alles gewoon gebruiken om het titelfeestje weer te verzieken. Zoals ze vorig jaar hebben ze het titelfeestje ook gewoon keihard verziekt eigenlijk. En dan blijf je daar zo in hangen. En dan een team dat zoveel terechte titels heeft gepakt. Als zo constructeurs als met de coureurs. Of één coureur. Ja, dan hoor je eigenlijk gewoon je verlies een keertje te nemen. En ook laten zien dat je een goede winnaar bent, maar ook een goede verliezer. Maar het is toch vooral eigenlijk opvallend hoe ze aan die informatie al komen. Want volgens mij aankomende woensdag moet dat pas. Dat wilde ik nou net zeggen. Dat wilde ik nou net zeggen. Er worden dus budgetplannen ingeleverd bij de FIA. De FIA moet het allemaal gaan zitten nalezen. En vervolgens komt het weekend, voordat het allemaal naar buiten komt, weten Ferrari en Mercedes al dat er twee teams under investigation zijn. En een ervan zou dan inderdaad Red Bull zijn. Maar inderdaad, waarom krijgen ze die informatie in handen? Wat is dat voor amateurorganisatie? Nou, er is een medewerker van Mercedes. Dat is wat Schumacher ook al zei. Naar de FIA gegaan. Ralf dan. Maar, maar zo is het gegaan. Zo gaan dat soort dingen. En sowieso, die hele paddock, daar kent iedereen elkaar. En er komen heel veel verhalen, die komen allemaal uit. Dus als jij... Die jongens die spreken elkaar zoveel en niemand, uiteindelijk niet iedereen houdt zijn mond. Ja, Schumacher zei ook al dat Toto, of een voormalig werknemer van Toto, op een zeer hoge positie nu binnen de FIA zit. Dus dat is op zich ook al iets om even... Maar dat wisten we toch al? Ja, maar wel dat ook op deze manier dan nu allemaal ineens naar buiten lekt. Ja, het is natuurlijk wel opmerkelijk dat ze al eerder dan andere teams weten wat voor regelveranderingen eraan komen. En dat ze vervolgens ook nog al eerder dan andere teams weten hoe de budgetplannen in elkaar steken. Ja, maar aan de andere kant weet je, dit is ook wel een beetje de intriges die er af en toe bij de Formule 1 bij horen. Het is alleen wel, zeker na vorig jaar, en dat hele imago-schade wat de FIA daarbij heeft opgelopen, dat dit soort dingen dan nu weer gebeuren. Terwijl ze zeggen van nee, we gaan nu echt een heel intern onderzoek doen om te kijken wat er gebeurt. Het enige waar het de afgelopen week over gaat, is de teams die het mogelijk hebben overschreden. In plaats van dat er eigenlijk wordt gekeken van, goh, hè, hoe is het eigenlijk naar buiten gekomen? Ik begreep nu het laatste nieuws dat het ongeveer om 7,5 miljoen zou gaan en dat er pas vanaf 10% van een budgetoverschrijding er echt hele serieuze consequenties zouden volgen. Nou ja, dat is het natuurlijk niet. Dus zeer waarschijnlijk heeft het niet heel serieuze consequenties voor Red Bull. Want ze krijgen een geldboete, maar ook willen ze nu, ik hoop niet dat ze akkoord gaan, in de windtunnel. Maar het leuke is dat geldboetes dan wel weer buiten het budgetplafond vallen. Dus, ja. Ja, maar dat is toch, ik vind die hele budgetcap, ik vind het echt de grootste echt onzin. Inflatie wel. Tuurlijk wel. Want je gaat nu een budgetplafond instellen. Nou, kijk wat voor inflatie er is nu. Die wordt ook is omhoog gegaan, hè? Ja, oké. Okay. Maar die inflatie blijft wel gaan. Nee, klopt. Welkom bij de GP-blog Economische Podcast. 17% inflatie. Ja, dat is ook tegen over de hele wereld. En ze hebben 3% verhoogd inderdaad. Dat weegt niet tegen elkaar op. Dus dat is belachelijk. Nee, dat ten eerste. Maar ten tweede is het natuurlijk ook zo. Voor een groot conglomeraat als Mercedes is en zeker ook Ferrari is het natuurlijk wel wat makkelijker om bepaalde kosten, onder andere posten, te rekenen. Want hoe ga je nou precies uitvinden als FIA zijnde welk bedrag Ferrari heeft uitgegeven aan de ontwikkeling van zijn Formule 1 auto en welke aan een andere auto die later op de weg gewoon rijdt? Ja, dus het wordt in die zin veel meer verplaatst uit de accountants van die teams. Dat is natuurlijk wel het gevolg hiervan, van dit soort regelgeving. Toen ik een keertje bij Red Bull langs ging, toen vroeg ik aan ze, hoe komen jullie er nou, of hoe komt de FIA erachter hoeveel windtunneltijd jullie gebruiken? Ik begreep helemaal niet hoe dat gemeten werd. Zeiden ze, nou ja, we moeten onze windtunnelplanning moeten we inleveren bij ze, dacht ik. Toen dacht ik, nou dat is misschien wel heel makkelijk. Een Excel-sheetje.
Maar zei hij ook, ja, nee, ook de elektriciteitsplannen en dat soort dingen moeten wij ook allemaal doorgeven. Maar ja, laat me heel eerlijk zijn, als je zo'n enorme fabriek hebt staan daar, dan is het ook wel heel makkelijk om verschillende elektriciteitskabeltjes te leggen. Even een 8 graadje neerzetten voor de windtunnel, toch? Niet om het een of ander hoor, maar zo moeilijk kan het dan niet zijn om daaromheen te werken. Ja, maar volgens mij was ook dit jaar weer Haas of Aston Martin, haak ik even door elkaar, ook under investigation in zaken die windtunnel heeft ook, ja, of dus Steiner of Safnauer. Met de S. Die heeft in ieder geval gezegd dat er ook een FIA official bij is. Maar ja, dan blijf je nog steeds... Ja, dat wordt sowieso gecontroleerd. Ja, omdat je dus inlevert wanneer je gaat die windtunnel ingaat. Maar ja, als je echt zo'n groot bedrijf als Mercedes met, die kabeltjes. Je kan een keertje dat ding aandoen als niemand er is in de nacht. En dan... Ja, maar die hebben natuurlijk ook allemaal autosportafdelingen. En ja. Ik denk dat daar echt wel een compliance afdeling voor zit, hoor, die dat controleert. Of bepaalde onderzoeken naar bepaalde materialen. Welke composiet nou wel of niet harder is en lichter is. Dat kan natuurlijk bij een groot bedrijf eenvoudig op een andere afdeling worden getest, toch? Ja, ik vind het. Ik blijf het me waardig vinden. Maar goed, ik inderdaad wat je zegt. We zitten ook niet op een economische podcast. Ik ga eens positief zeggen. Ik vond de helm van Vettel heel cool. Wat? Ja, ik heb hem voorbij zien komen, maar ik weet even niet meer precies. Ja, zie je? Beetje in de vorm van zijn hele boodschap, hè? Ja. Ja. Maar hij zag ook cool uit. Zwart ook. En dan die heel cool piece. Er is meer fan van de helm van Lando. Die Halo-helm. De Halo, niet dat die teen slippen, maar de game Halo vond ik echt gaaf. Dat groen, ja, top. Oh. Nou, en die van Show, wat vond ik ook wel gaaf. Die heb ik niet gezien. Wat ja, die was heel, heel. Ik vond hem heel erg een beetje dat, Japanse Akihabara, die al die dat Sega-achtige met al die roze kleuren en. Ja, je moet het zoeken, maar zo wordt het nu ook een culturele podcast. Nou ja, we gaan alle kanten op. Eerlijk, we hebben wel wat positiefs gezegd. Zeker. Ja. Over de helm. Ja, ik wil ook nog eventjes, ja, één laatste vraag hierover. Maar hoe wordt Singapore op de kalender thuis? Ja, als een Miami er ook op staat, als een Las Vegas er ook op staat. Ja, dan kan je Singapore er wat mij betreft ook op laten. Of juist niet meer. Nee, maar manier, als je het inhoudt voor een echt circuit, dan mag het. Vind ik het prima. Maleisië bijvoorbeeld. Nou, ik vind het wel. Regio. Ik vind het wel qua sfeer. Ja. Maar Singapore, ik vind het wel leuk. Het is wel een van de circuits. Ondanks dat het racen misschien niet altijd even interessant is. Maar als je die beelden ziet. Het is wel een race die ergens, als die er nog op staat, op mijn bucketlist staat om een keer te bezoeken. Want het lijkt me wel spectaculair in die omstandigheden daar. Heerlijk. Door zo'n stratencircuit, wat zo zwaar is, vind ik wel heel gaaf. Ja, maar nu kom je echt, ja, als je de beelden ziet van boven, ja, fantastisch. Maar daarom komen al die Nicki Minaj en zo naar zo'n race. Omdat, ja, we zijn erbij, het ziet er leuk uit. Is het gewoon niks. Ja, nee, maar... Nou ja, ik vind het circuit op zich... ik vind de layout alsnog best wel interessant. En als je ziet wat voor... fysieke uitdaging het voor de coureurs is, vind ik het juist dan... Nee, het is doodsaai. Het is doodsaai. Ja, vorige week zei het ook al. Ik vind hem ook wel leuk inhalen. En wat ik zei, waarvoor je geld. Je krijgt ook waarvoor je geld. Het was gewoon weer 2 uur vol racen. Het is vol racen. 2 uur rijden. Je kan er niet inhalen. Zijn jullie die race van... Wat was het? 2015 van Verstappen daar nog. Je kan er echt wel inhalen. Alleen het... Ik bedoel, als je op die manier gaat kijken, kan je Zandvoort ook gaan schrappen. Dan kan je ook niet echt inhalen dan. Dat is meer de kenmerk van een echt circuit als dit. Ja, maar, je rijdt op straat asfalt. Dat is compleet anders. Het is altijd minder grip. Dus de racelijn is sowieso altijd... Daar moet je op zitten. Ook met inhalen moet je echt serieus overspeed hebben. Dan kan je een Red Bull naast een Williams zetten of een McLaren. Dan is het prima te doen. Maar gelijkwaardige auto's die gaan elkaar nooit echt goed kunnen inhalen op zo'n straatcircuit. Nee, maar dat heb je op Zandvoort toch ook niet dan? Dat is toch hetzelfde punt? Daar kan je toch ook niet echt top inhalen? Nou, een stuk beter. Want dat is heel ander soort asfalt. Ja, natuurlijk wel. Dat is ervoor gemaakt. Dat hebben we ook niet echt gezien. Mercedes en Red Bull daar. Maar het moet natuurlijk ook niet gewoon alleen maar... Dus het moet niet, lijkt mij ook niet dat het alleen maar traditionele circuits moeten zijn. Ik bedoel, het is ook wel leuk om zo'n straatcircuit te hebben. Nee, dat zeg ik ook. Alleen het wordt nu te veel straat. Dan is Azerbeidzjan veel cooler. Kan ik inkomen. Die Azerbeidzjan, je begint aan de ene kant van de kust... en aan de andere kant van de kust is er echt een stuk eens een keertje afgelopen. Dat ziet er fantastisch uit. Over Las Vegas, dat gaat natuurlijk ook nog komen. Ja, Las Vegas, ik ben ook heel bang voor die race. Want ik ben ertoe geweest. Ja, je bent er geweest. Ik heb dat circuit afgelopen. Nou ja, er valt echt niet in te halen. Cash cow, toch? Is het dat circuit hebben ze gekocht en dat wordt echt maximaal cashen.
Ja, dat kan niet anders. Want, kijk, als die Formule 1 auto's over de strip rijden, dat ziet er natuurlijk wel echt fucking vet uit. Dat gaat er echt heel cool uit. Ja, maar Gander, dat is leuk voor een foto. Exact. Dat je dat 5 rondjes ziet. Dat is nou precies wat ik wil zeggen. Echt, exact. En dan straks hebben we geen Spa meer. En dan willen jullie liever dat. Ja, echt niet hoor. Mij niet gezien. Hallo, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen Singapore staat er nu toch op. Ik vind het op zich niet een hele verkeerde race om te laten om erop te houden. Nee, ik vind het. Dan zou ik eerder zeggen, gooi Miami eraf inderdaad. Nee, dat niet vind heel ik ook. Nee, dat ben ik helemaal met je of eens. Of Jeddah. Ja, hoewel Jeddah. Nee, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik vind het ook een levensgevaarlijk circuit. Ja, dat echt levensgevaarlijk. Omdat, ja, het is wel echt zo'n kerkhof circuit waar een keer iets heel naars gaat gebeuren. Maar... kerkhof circuit. Ja. De Nürburgring van het Midden-Oosten. Ja, nee, maar ik bedoel, als je kijkt... De Zandbak. Ik bedoel, als je kijkt naar die baan. Ik bedoel, er was toen een hoop te doen om Zandvoort. Van ja, dat kan nooit meer Formule 1. Maar dat ze dat circuit er doorheen hebben gedrukt op basis van veiligheid. Money. 300 kilometer per uur langs een muur. Pff. Ja, dat denk ik. Zeker die crash van Schumacher daar al. Dat kon echt naar dat afloop. Vind ik dus belachelijk. Singapore is qua straatcircuit echt een straatcircuit. En daar ligt de gemiddelde snelheid niet zo hoog. En op Jeddah is dat gewoon belachelijk. Ja, maar Singapore heb je ook nog wel redelijk wat uitloop. Ja, voor een straatcircuit. Als je dat vergelijkt met Monaco. Of inderdaad, Baku heb je dat op zich ook nog wel, maar... Niet op Jeddah. Nee, op Jeddah niet. Goed, jongens, heel eventjes een silly season update. Want dat eindigt ook maar niet. Latifi op straat gezet. Die heeft hem zelf ook stilgezet op straat. Dus op zich pas letterlijk, ja. Nou ja, goed. Dat zat er toch wel aan te komen. Die was eigenlijk niet meer houdbaar, die positie. Williams heeft nog steeds een vacature. Nou zou je denken, nou dan gaat de Vries daarin zitten na wat hij heeft gedaan in Italië. Maar het lijkt er inmiddels dus op dat het inderdaad gaat gebeuren. Dat Gasly naar Alpine zou kunnen. Vervolgens die plek die bij AlphaTauri vrijkomt. Door de tweede Nederlander in de Formule 1 bezet zou kunnen gaan worden. Wat vinden jullie ervan? Ik begrijp het, maar ik begrijp het ook niet. Laat ik zeggen, ik begrijp het vanuit het perspectief dat Red Bull mogelijk een beter toekomstperspectief kan bieden. Maar aan de andere kant, je weet ook hoe harteloos die Helmut Marko kan zijn. Dat als je één keer een kutrace hebt, dat je gelijk het jaar daarop weer op kan rotten. En ik denk dat mag wel zo zijn, maar het is natuurlijk zo dat Yuki Tsunoda dadelijk gewoon de teamleider wordt bij AlphaTauri. Dat is voor, ja, dat, hij kan het toch niet slechter doen dan Yuki de Tsunami? Oh nee, die grap mocht niet meer. Want daar werd Binotto op afge... Precies. Ja, dat mag niet meer. Nee, maar dit is de beste keuze die Nick heeft kunnen maken. Er staat soms hele harde wind in Japan. Daar mag je geen grapjes over maken. Ja, maar het is van Nick de beste keus. En Alpine, ja sorry, iedereen gaat weg omdat het gewoon verrot is daarbinnen. Ja, dat is zo. Dat is daar, er is daar altijd iets. En Alonso... Het ruikt er naar Franse kaas. Ja, maar er is altijd wat dat binnen dat team. Ik ga wel lekker. Lekker Frans kaasje, goeie wijn. Sorry, we lullen. Nee, er is altijd wat binnen het team. Dus ja. ik snap, waarom wil je daar nog naartoe? En nu gaat Ocon daar met Gasly zitten. Die twee die hebben al geen goed verleden. Dat zijn ook absoluut geen vrienden. Nee, Gasly is wel een way out, toch? Ja, way out. Maar die gaat nooit meer bij een topteam komen. Maar dit is wel zijn enige weg naar eventueel nog een plekje. Ja, maar hij heeft al gefaald. En hij gaat nooit een topteam nooit meer binnenhalen. Ja, maar Gasly moet sowieso weg bij Red Bull. Want ik bedoel, daar is zijn toekomstperspectief nu ook wel redelijk verdwenen. Ja, wat ga je dan doen? Een sidestep maken naar Alpine. In ieder geval een Frans team. Rijdt denk ik wel misschien Ocon volgend jaar zoek. Met een beetje mazzel. Het is wel een fabrieksteam waar je zit. Als het daar nog een keer anders gaat en ze gooien het echt een keer op een andere boeg. Ik bedoel, kijk naar 2005. Het zou zomaar kunnen dat ze misschien wel een keer weer meedoen. Ja, dan zit je op zich daar. Zit hij goed op zijn plek. Kijk, vanuit Gasly's perspectief is het wel begrijpelijk. Het is nog een stapje omhoog. Niet een enorme stap, maar het is wel een stap omhoog. En ik vind het eigenlijk vanuit Alpine ook wel enigszins begrijpelijk. Want ja, die stoel, wie ga je daar nog anders neerzetten? Ja, chauvinist ten top, hè? En dat ook, ja. Ik ben sowieso heel benieuwd, maar dat zullen we waarschijnlijk pas over een paar jaar horen. Wat nou echt uiteindelijk de exacte reden is dat Alonso gewoon zo hard gewoon mensen heeft gestoken. Ja, dat we wachten allemaal met smart op het boek. Maar goed, dat betekent dus nog steeds dat er in ieder geval Williams nog op zoek is naar iemand. Haas is nog op zoek naar iemand. En Guanyu Zhou heeft natuurlijk ook inmiddels getekend voor Alfa Romeo. Wel goede keuze terecht. Voor hem ook. Ja. Alhoewel ik hem ook wel graag naar Alpine had gezien gaan. Voor hem was het wel een goede stap geweest. Ja, die zit daar goed. Ja, hij komt uit die stal van Alpine. Hij wordt daar gewaardeerd. Het zou voor Alpine goed zijn geweest om hem binnen te halen. Ik zou het helemaal geen gekken, maar ja goed. Hij zit echt goed daar. Hij verslaat Bottas gewoon lekker keer op keer wil ik niet zeggen. Maar op zijn tijd verslaat hij Bottas. Nou, en Bottas is een rijder met een prima cv. Nou, zie je hem dan nog absoluut. Een keer later, zeg maar, van al een paar jaartjes bij, of een jaartje bij Alfa Romeo. En dan misschien daarna een topteam. Ik denk een topteam niet. Wil ik niet zeggen, niet direct. Maar ik denk dat hij wel een
iemand is die naar een subtop gaat. En, nou, en misschien dan weer een McLaren die echt aan de subtop aantikt. Ja, Alpine en McLaren vechten ook wel lekker, in principe. Ja, dus ik denk als Alonso niet uitvalt. Ik vind hem gewoon geen slechte coureur. Ik vind hem echt prima. En, ja, absoluut. Iedereen maakte grapjes aan het begin van het seizoen. Nou, we hebben die jongen nog niet heel veel domme dingen zien doen. En Tsunoda, die al een jaar bezig is, die rijdt de pitstraat uit en die vouwt hem de muren in. En die krijgt nog kansen. Daar heb je zeker gelijk. Want ik heb volgens mij naar de derde Grand Prix gezegd van, nou, we kunnen wel vaststellen dat Tsu in het P-driver is. Nou, daar heb ik me echt al lang en breed van gedistanceerd. Want hij doet het uitstekend. En ik had hem eigenlijk wel een stapje omhoog ook gegund. Maar je hebt wel gelijk, bij Alfa Romeo zit hij gewoon lekker. En straks wordt dat Audi. Dat heeft hij best wel kansen dat gewoon een heel serieus team wordt. Maar ja, bij Williams beginnen ze toch echt wel een probleem te hebben. Logan Sargeant? Ja. Doen. Dus ik zou dan eerder Sargeant doen met oog op Amerika. Ja, oké. Okay, maar als je qua rijderskwaliteiten denk ik dat Doen echt gewoon een prima keuze is. Ja, maar ze hebben in principe Albon. Ik bedoel, ik denk alles wat ze nu, nu ze Latifi eruit gegooid hebben, alles wat er voor zijn plaats in komt, zal alleen maar beter worden. Dan zou ik in ieder geval gaan voor een coureur die misschien wat meer potentiële marketingwaarde heeft. Ja, maar ja, dat hebben ze al. Zeker ook nadat dat hele bedrijf van Latifi dan ook wegvalt. Ik denk dat ze niet meer zich gaan blind staren op geld. Daar, die fout hebben ze gemaakt en dat is natuurlijk, heeft het wat opgeleverd, maar dat heeft ook heel veel geld gekost. Ja, en er zit natuurlijk een investeringspartij achter die eventueel gewoon kan bijschieten. Als de sportieve resultaten niet uitblijven natuurlijk. En dat is wel een lastige keuze straks als je met een rookie moet gaan rijden. Ik ben heel blij dat Nick er niet naartoe gaat. Dat is vooral waar ik heel erg blij mee ben. Want dat is een auto waar je eigenlijk amper wat kan laten zien. Ik bedoel, misschien een Albon die heeft een keertje mazzel gehad. En Nick natuurlijk op Monza is het enige circuit waar die auto ligt. Hoe minder bocht, hoe beter. Maar voor de rest weet je gewoon dat je het hele jaar achteraan rijdt. Ja, dat zeg je wel inderdaad. Maar als je inderdaad ziet hoe die Williams door die bochten ging afgelopen weekend. Inderdaad, weet je zeggen, hoe minder bochten, hoe beter. Het enige wat Nick... Dat dacht die Williams zelf ook. Vooral weer een bocht. Laat maar. Hou er wel mee op. Ja, dat stuurde eigenlijk wel, ja. Het enige wat Nick daarmee had kunnen bereiken is een potentiële Russell-route. De long game spelen, hopen dat Hamilton volgend jaar of misschien het jaar daarna dan met pensioen gaat. Zodat hij door kan schrijven naar Mercedes. Dat... Want hij moet waarschijnlijk wel de banden nu met Mercedes gaan verbreken als hij naar Red Bull gaat. Nou, waarschijnlijk maakt hem 100% zeker van. Ik zie hem niet bij Toro Rosso rijden nog steeds met een Mercedes logo op zijn helm. Dat zou wel heel leuk zijn. Dat wilde ik nog vragen. Zou er voor die moeilijke man Marco ook wel een soort van genoegdoening zijn uit die Mercedes boy? 100%. Ik denk dat, ik bedoel, als je kijkt hoe ze die hele Mercedes motorfabriek al hebben leeggeplukt, dan zullen ze hier ook wel echt wel voldoening uithalen. Die loopt heel blij rond in de pen. Ook nu, hoor. Ja, nou, dat is hem een keertje wel gegund, denk ik zo. Jongens, Perez en Leclerc, 2 punten verschil. Verstappen nog steeds meer dan 100 punten op de rest. Waar letten we nog op komende races? Ja, vooral of het nog een beetje vermakelijk gaat worden. Ik bedoel, Verstappen moet nu minimaal P6 eindigen. En dan zijn er geloof ik 200 verschillende scenario's met andere coureurs. Of tenminste met Perez en Leclerc, waar die moeten eindigen. En als hij wint en fastest lap heeft, is hij kampioen. Dus... Ja, Japan. Als je kijkt naar de karakteristieken van dat circuit en de Red Bull dit jaar. Kans zit er wel in. Ik hoor het volgende item aankomen. Ik wilde eigenlijk naar de je zit me verbaasd aan te kijken. Maar ik dacht, ja, want zit er nog in. We gaan naar de voorbeschouwing van Japan. Maar inderdaad, we kunnen ze best een keer omdraaien, hoor. Dan doen we, ja, ik dacht een bruggetje. Dan blijf dan even luisteren voor de What the Fuck. Ja, luisteraars, blijf wachten voor de What the Fuck van de week. Inderdaad, eerst even de voorbeschouwing, ja. Het kan geloof ik gaan regenen, flink. Ja, hopen dat ze dit keer wel geleerd hebben van dat ze niet weer de stad uitstellen. Maar laten we het voor het vermaak in ieder geval hopen. En dan misschien weer een slechte kwalificatie. Dan weer zo'n mooie race van P10 naar P1. Vast als lap. Dat zou wel een mooie manier zijn om je kampioenschap te bestempelen. Ik denk dat hij die hobby inmiddels wel gewoon uitgevoerd heeft. En gewoon lekker... ik denk dat gewoon... Gewoon weer lekker P1 starten, P1 eindigen. Ja, maar je vraagt het aan mij. Waar willen we op letten? Ja, dan maak ik het nog een beetje leuk. Ja. Okay. Ja, ik bedoelde weer in het middenveld. Het middenveld hebben we natuurlijk nog McLaren. McLaren Alpine. Ja, dat wordt... Mercedes. Ferrari Mercedes, ook niet onbelangrijk. Russell kan eventueel ook nog wel wat... pakken. Zin om een getergerde Russel te zien. De week al dat het weer een spektakel wordt. Ja. Zo, lekker zeg. Nou, laten we meteen maar doorgaan naar de glazen. De glazen bol. Zeg maar jongens, wat denk je ervan? Max 1,
Heel dicht met Perez. Want ik denk dat die twee met z'n tweeën weg gaan rijden. Max 1, Perez en Leclerc. Leclerc, hoe? Nee, ik denk Max 1. En ik denk dat het verschil tussen Verstappen en Perez nu wel gaat gelden. Dus Perez gaat denk ik juist niet mee. En dan wordt het Leclerc en Sainz juist. 2 en 3. Ik denk Max 1, Perez 2, Hamilton 3. En dan is Max kampioen. Yes, dat zou wel heel mooi zijn. Ik denk, ik ga dan voor, laten we zeggen, Max 1. Sowieso natuurlijk, hè. Want, moeten we. Want Max. Want we zijn een Nederlandse podcast, ja. Dat ook, maar ook omdat we diep veel vertrouwen hebben. Leclerc 2 en dan Perez op 3, zou ik zeggen. Ik wil nog wel één ding erbij voorspellen. Oh. Stel, Max heeft de snelste ronde en rijdt eerste. Dan is de Mercedes, die roept Lewis of George naar binnen. En die gaan een setje rood erop zetten. Een puntje afsluiten. Ja, ik vind jouw voorspelling altijd wel leuk. Want jouw silly season was ook zo goed uitgekomen. Nou, mijn voorspelling over Ferrari dit seizoen was dik in orde. Dus, ja. Oké, nou heel goed jongens. Dan hebben we inderdaad nog een wat vak van de week te goed. Hebben jullie zelf inzendingen daarvoor? Ja. Jij hebt het draaiboek voor je neus. Jij mag niet zeggen. Nee, ja, ik heb de via die keuze weer achteraf allemaal laten neerkomen. Ja, dat is ook geen slechte. Ja, under investigation. Man, maar die hebben we gewoon weer laten zien dat we niet besluitvaardig zijn. En het laten aankomen op na de race. En toen, zeg maar, met een 5 seconden straf voor de ene overtreding en de andere een reprimand. Hebben ze gezegd van, nou, oké, laat zien, we hebben wel wat gedaan. Maar we hebben niks veranderd aan de eindopstelling. En dat vind ik gewoon een beetje slap. 100%. Toch, doe dat tijdens die race. En laat het voor iedereen zo gelden. Of doe alles na de race. Want dit is gewoon een beetje... Exact. Ja, ik verwacht het niet. Maar je kan niet uitsluiten dat inderdaad iemand daar denkt van... Nou, laten we niet te veel mengen in de volledige podiumuitslag. Ik vind het wel lekker als het gewoon na de race nog gebeurt. Heb je nog een beetje iets om over na te lezen? Ja, toch? Heb je lekker veel klikjes op een website? Nou, ja. Zo zie ik het niet. Ik kijk het echt vanuit de liefhebbers. Ja. Nou, ik als liefhebber zie het niet zo. Nee, ik ook niet. Oh, okay. Ik als andersoortig liefhebber zie het wel anders. Dan ben ik de enige. Ja, oké. Okay. Ja, jij wil dat iets van Grand Prix die toch al 2 of 1 uur te lang geduurd heeft, ook nog eens een keer flink geëdged wordt. Ja, nee. Voor mij hoeft het echt niet, jongens. Voor mij hoeft het echt niet. Mijn wat van de week was echt dat wachten en dat wachten en dat wachten tot die regen is opgelegd. Denk ik, jongens. Ja. Wat een, hoe noem je dat ook alweer? Betutteling. Wat een ultieme betutteling. Die jongens die staan te popelen om te racen. Die willen niks liever. Op regenbanden eronder racen met die dingen. Ja, dus ik ben het helemaal mee eens. Alleen volgens David, ja, je kan niks zien. Dus, Nee, ik zeg, ze moeten zeker gaan racen. Alleen ik kan me wel voorstellen, als je zicht belemmerd wordt. Ja, wat wil je dan? Wil je dat er 20 man op elkaar knallen? Dan, ja, maar dan nog steeds. Ja, dan heb je wel spektakel. Ze hebben niet eens die regenbanden. Ja, en dan zijn alle teams er boos. De FIA, want schade, zoveel geld, budget cap. Nou, als die kampioenschap straks is besloten... Nou, ik vraag me het af. Dan kan je wel op de FIA letten nog, denk ik. Die gaan het ook nog wel interessant maken. Percentueel gezien, zei ik vorige keer ook... hebben zij ook al wel heel veel... doorslaggevende calls gemaakt. Kun je gewoon nog op letten daarna. Kan er iets gebeuren. Misschien dat ze zelfs nog rond in het eten gaan gooien voor Verstappen. Ja, maar dit was alweer de 21ste aflevering van de Undercut in 2021. Met dank natuurlijk van de gasten in de studio en alle luisteraars. Laat vooral weten wat je van vond. En tot volgende week in het land van de Red Bull Powertrain. Come on.